kom jij naar festival Fiesta de la Fiesta. Hier op 6 juni, hier in mijn fantastische dorp Sando Arroyo, hier in Mexico. Dan heb ik een aantal leuke aanbiedingen voor jou. Ik heb slingers, ik heb hoeden, ik heb feestmutsen, maar ik heb ook die mooie Polonaise poncho. Daar kun je met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vrienden in. Je lekkere Polonaise dansen. Die vrienden zijn overigens niet inbegrepen. En het is een actie zolang de voorraad stekt. En het levert mij geld. Waar is iedereen? Excuus. Ik was afgeleid. Geef niks, señorita. Geef niks. Geef niks. Slechter kan mijn dag toch niet worden. Señor. U bent niet van hier. Kent u mij niet? Ik ben inderdaad niet van hier, maar ik ben de bekende kunstenares Dalia Cola. Ik maak de prachtigste schilderijen, ben beroemd in heel Mexico en omstreken. Ik maak de schitterendste kunstwerken voor academieën en galerieën. Ik ben inderdaad nog nooit in Sando Arroyo geweest. Maar er was gezegd, het is een prachtig, kleurrijk dorp. Ja, ja. Vol inspiratie voor mijn nieuwste kunstwerk. Ja. Wij hadden de heren moeten komen. Het was hier een prachtig dorp. We hadden hier alles. We hadden hier feesten. We hadden hier een fabriek. Ik voelde allemaal vrolijke kleuren. En ik was de gemmer van het dorp. Ik was de baas van het dorp. Maar nu is alles. Alles was zo. Maar, hoe kan dat nou? Nou, het was zo. Ik was de geffer van het dorp. En iedereen was blij. En toen was Senor Dinero. We zijn allemaal vervloeiend. Wacht even, caramba. Voordat u verdwijnt in uw flashback. Kunt u even een tikkeltje naar links kijken? Ja, veel betere pose. Ik denk dat ik dit werk neerslag in het zwart ga noemen. Maar vertel verder, senor. Ik ben geffe. Ik was geffe. Ik ben nu senor. Ik ben senor Paolo Julio Ricardo Quesadilla de Compostela Santiago. Oké. Senor Jefe Paolo, vertel. Nou, oké. Het begon allemaal. Het leek een dag als alle andere dagen in ons mooie dorpje. Ik stond zoals elke morgen op het plein te praten met de dorpsbewoners. En als er iets speelt in Sando Arroyo, dan los ik dat op. En toen kwam er ineens een fruitboer naar me toe, wiens bomen alleen nog maar vierkante appels droegen. De vierkante appels, dat heb ik nog nooit gezien. En de visser dan? De visser, die had alleen nog maar vissen met drie koppen. Maar mijn buurvrouw, die had dus ineens gifgroen haar. Omdat ze haar haar had gewassen. En die haren, dat is niet normaal. Jefe Paolo. Mag ik vragen? Waar maken deze mensen zich allemaal zo druk op? Senor Dinero, kijk nou naar deze mevrouw. Met haar groene haren. Dat zijn geen normale dingen. Kijk, deze appels. Vierkante appels. En vissen met drie koppen. Dat is niet normaal. Jefe Paolo, ja. Jij weet toch als geen ander dat in mijn fantastische feestfabriek de meest vreemde dingen normaal worden gemaakt. Ja. Maar dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Jefe Paolo, heb ik bijvoorbeeld een nieuwe snoeplijn ontwikkeld. Die niet alleen bijzonder is, niet raar, niet vreemd, maar heerlijk. Ja, ja, ja.
Ja, u maakt ook altijd de meest fantastische dingen. Maar... Ik maak de meest fantastische dingen met hulp van mijn assistente Señorita Chihuahua. Señorita Chihuahua studeerde aan de Technische Universiteit van Mexico City en heeft een master in feestelijke guitigheden. Tijdens een test van een nieuw model confetti-kanon ging het grandioos mis en verloor ze 95,3% van haar gehoor. Dit is niet normaal. Dit zijn geen normale dingen. Ik ga op onderzoek uit. Iemand interesse in... Ik was aan het zoeken. Ik zocht minuten, uren, dagen, nachten. Ik zocht naar de oorzaak van de vreemde verschijnselen. Tot ik ontdekte dat de rivier die door het dorpje heen loopt een vreemde groene kleur had gekregen. Groen? Groen? Welke kleur groen? Olijfgroen? Mintgroen? Appelgroen? Nee, groen, gewoon groen. Gifgroen. Groen zoals de slangen in het bos. Maar ik begon dus erachter te komen, denk ik, waar het groen vandaan kwam. Groen spul, denk ik, uit de fabriek van Señor Dinero. Oké. En toen? En toen had ik... Ik had nog maar één keus. De fabriek moest dicht. Dinero, luister. Ik weet niet wat er uit jouw fabriek komt, maar er komt iets spul uit. Er komt groen spul uit jouw fabriek. En de mensen, die worden gek. Het is slecht voor de mensen. Dinero, kijk. Er komt spul uit jouw fabriek. Kijk dan. Jij moet je fabriek sluiten. Jouw fabriek moet dicht. Geef heer Paolo. Ja. Het enige dat ik moet... is pesos verdienen. En ik kan alleen maar pesos verdienen als mijn fabriek open blijft. En daarbij, jefe Paolo, groen spul. Ik weet niets van groen spul. Flauwekul? Ik maak geen flauwekul. Chihuahua, jefe Paolo heeft het over groen spul. Een piñata met een brul? Groen spul. Wat? Geef even, moment. Ja, het schiet niet op. Het schiet niet op. Chihuahua. Geef even, Paolo heeft het over groen spul. Oh, wat uit de fabriek komt, wat de natuur kapot maakt, waar iedereen ziek van wordt, dat groene spul. Nee, Dinero. Dinero, hou op met die spelletjes. Ik heb het allemaal gezien. Driekoppige vissen, vierkante appels. Wat komt hier na? Reuze spinnen met 16 poten? Het kan zo niet langer, het loopt spuigaten uit. Je moet de fabriek sluiten. Hé, mannetje. Jij denkt echt... dat jij iets hier te zeggen hebt. Natuurlijk heb ik iets te zeggen. Ik ben de gefe van Sando Arroyo. Natuurlijk heb ik hier iets te zeggen. Weet je wat, gefe Paolo? Laten we eens kijken naar het personeel. Laten we eens kijken wie hier echt de baas is. Wat is er met jullie aan de hand? Carlos? Santiago? Cruz? Wat doen jullie hier? Wat kijken jullie glazig uit je ogen? Jullie werken hier niet eens. Wat doen jullie hier? Luister. Beste trouwen.
en zeer gewaardeerde arbeiders. Onze geffe heeft iets te zeggen. Ja, wel zeker heb ik iets te zeggen. Mensen, de fabriek is per onmiddellijke ingang gesloten. En iedereen dient zich van het terrein te verwijderen. En De Niro zal zich verantwoorden in de rechtbank voor de vervuiling die hij heeft aangericht. Het feest is afgelopen. Hallo. De mensen hebben niet echt zin om weg te gaan. Nee, maar mensen, het is een geffe verordening. Waarom luistert er niemand? Laat mij het eens proberen. Even kijken hier naar die mensen. Wie van jullie wil er lekker doorwerken in onze, in mijn prachtfabriek? Dat lijkt me duidelijk. Maar dit kan zomaar niet. Blijkbaar toch wel. Je ziet het zelf, geffe Paolo. En misschien is het wel tijd voor een nieuwe wind. Een nieuwe kans. Misschien willen de mensen wel een andere geffe. Zal ik eens vragen hier aan de mensen. Wie van jullie wil mij, Signor De Niro, als de nieuwe geffe van Sando Arroyo? Dat lijkt mij duidelijk. De stemming is geweest. Het volk heeft gesproken. Dank u wel voor die schitterende sombrero. Die staat mij fantastisch. Chihuahua, pak deze man en breng hem weg. Nee, maar dat kan zomaar niet. Dit is in strijd met de wet. Dit is het was een valstrik. Met alles. Ik werd met harde hand de fabriek uitgegooid. Iedereen in de fabriek leek wel gehypnotiseerd. Een chihuahua. Stel project Piñata in werking. Dames en heren, ik presenteer mijzelf als de nieuwe geffe van Sando Arroyo. En opeens werken alle dorpsbewoners bij Fiesta de Nariz. Het hele dorp was uitgestorven. Tot ik op een uiterst irritante kunstenaresse stuitte. Sorry, een uiterst bevlogen kunstenaresse bedoel ik natuurlijk. Ja, dat hoor ik wel vaker, is al goed. Maar wat vind je ervan? Ja, is die klaar? Oh, nou. Ja, prachtig, denk ik. Maar ben ik dat? Wat is er dan met mijn gezicht gebeurd? Waarom lekt mijn hele gezicht? Ik probeerde jouw verdriet en wanhoop te vangen in dit kunstwerk. De held die op diepste punt op zoek gaat naar nieuw avonturen. Ja, ik ga op zoek naar avonturen. Ik ga hier met de eerste trein weer vandaan. Dat is toch geen plan? Sando Arroyo kan toch niet zonder enige rechtmatige geffe? Ja. Je kan er niet van doorgaan. Jij hebt uitgevogeld als enige hoe die gekke dingen konden gebeuren. Ja, maar je gaat het niet opgeven. Ja, maar je hebt niet naar me geluisterd. Ik ben niet meer de geffe van Sando Arroyo. De mensen luisteren niet meer naar mij. Die dinero die verandert al die mensen in zombies om ze maar in te zetten als goedkope werkkracht in die fabriek. Voor meer pesos. Die señor Dinero, die ken ik niet, maar ik heb wel van hem gehoord. En dit lijkt me echt wel een plan van hem. Ja, natuurlijk is het een plan van hem. Maar ik kan niks tegen, señor Dinero, zonder dat de mensen mij helpen. En ik kan de mensen, die komen mij niet helpen, want het zijn allemaal zombies geworden. En ik weet niet meer hoe ik ze weer normaal krijg. Kijk, dat is een lijn waar we wat mee kunnen. Een lijn? Caramba. Een verhaallijn. Kunstenaars denken in lijnen en vlakken. Jij gaat niet met de trein weg. Wij gaan op onderzoek uit. Wij gaan inbreken in die Fiesta de Nariz. En wij gaan in dat kantoor van De Niro. Daar liggen vast papieren en paparazzen. En kunnen wij ontdekken wat zijn snode plannen zijn. En misschien de oplossing bedenken, vinden om iedereen weer normaal te krijgen. Maar jij wil inbreken. Maar inbreken, dat is een misdrijf. En een misdrijf is strafbaar. En een dorp vergiftigd. Is dat geen misdrijf? En de enige geffe afzetten. Ja. Is dat geen misdaad? Ja. Kom, ja. We moeten dit doen.
Wat een stelletje mafkezen, die dorpsbewoners van jou. En was dat die deputyfiguren? Signorini. En signorita. Chihuahua. Kom op, dit is onze kans. Je bouwt, trek je vestido aan, ga mee naar Mexico.